helpt het je ook in je timingen. Als het fout gaat, doe je het perfect. Geef zo'n pap erop. En lekker los, ja ja! Dan wil ik eigenlijk dit zien. Dat is eigenlijk alsof je bij me gaat lachen. Ook een beetje zo naar ons doen. Hè? En pak hem eens dat. Zo goed, ik doe. Vandaag ga ik Willem en Teun verrassen. Zij gaven zich in april op met dit volgende filmpje. I like the way you work it, oh diggity. I like to bag it up. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Damn, that girl looks good. Ja, ik ben hier dus op de school van Teun. Hij zit hier nog niet zo lang. En de coördinator heeft een gesprek aangevraagd met de ouders van Teun. Omdat ze zich wat zorgen maakt. Nou, de ouders die melden zich zo. En ik ga alvast even kennis maken met de coördinator. Rosalinde, ja. Ze komen straks op gesprek. Ja. Maar zij hebben nog geen idee waar het over gaat. Hè? Dat het een leuk gesprek wordt. Nee, want ik heb het gesprek aangevraagd omdat ik me zorgen maakte. Hij zit hier pas net op school, maar ik wilde toch even dat gesprek doen. Het leuke is dat mama weet van, hè? Ja, mama zit in het complot. Precies. Ja. Kom, laten we beginnen. Hoi. Hi. Ga zitten. Ik wilde eigenlijk even weten hoe het gaat. Hoe het bevalt. En of je tegen dingen aanloopt. Ik ben super enthousiast. Ja? Super fijn hier. Teun en Willem. Zijn wij. Jullie zitten in het programma Jij en Ik. Ja. In de finale. Haha! Ja. Gefeliciteerd, man. Hey, gefeliciteerd, jongen. Wow. Wat goed. Jongen. Hadden jullie het verwacht? Nee. Nee? Nee, ik had het niet. Goed, kijk. Dit is nu wat ze noemen de VIP-sleutel van de VIP-kleedkamer. En dat betekent, het is nogal een sleutel, dat jullie erin kunnen. Jullie zitten in de live-uitzending. En ik wens jullie ongelooflijk veel succes. Hoe vet is dat? Oh. Ik heb iets heel bijzonders voor jullie. Want jullie gaan namelijk straks videochatten met kinderen uit Congo. Dat is heel erg leuk. Cool, hè? Zouden jullie iets kunnen zingen voor ons? En dan zingen wij ook een liedje voor jullie. Oude papa oude, oude papa oude. Oude papa oude, oude papa oude.